Ronnie Geuster, je bent de sportief manager van Lier. Ja, dan denk ik dat je een zeer tevreden man bent, want je komt hier in Antwerpen bij de leider tenslotte als tweede in de stand. Had je dit verwacht? Inderdaad, ik ben heel tevreden over het verloop van het seizoen. En ik had dat ook een beetje gevraagd aan de spelers op de persconferentie in het begin van het jaar. Vorig jaar zijn we samen de zesde geëindigd met Lommel, maar we zijn er pas de laatste vier speeldagen geraakt. En ik had hun gevraagd van dit jaar beter te doen en in het begin mee bij de eerste zes te draaien. Dat geeft een heel ander perspectief naar sponsors en naar supporters toe. En dat is dit jaar gelukt. Wat is het grote verschil tussen het Lier van vorig jaar en het Lier van dit jaar dan? Het Lier van vorig jaar was verloor de makkelijke wedstrijden. En dit jaar hebben we al die zogenaamd makkelijke wedstrijden kunnen winnen. En dat komt een beetje door dat er een... het is meer een blok. We hebben de spelersgroep ook maar met één speler veranderd. Dus alleen Aktepe is erbij gekomen. En de rest is allemaal gebleven. En ik denk dat dat zijn vruchten heeft geworpen. Ja. Beschouw je het vandaag als een grote test? Oké, je hebt vorige week tegen Malle gespeeld. Ja, maar Malle is natuurlijk Antwerpen niet, hè? Ik moet eerlijk zijn, ik kon geen noodvluchten zoeken, maar we hebben vandaag niet echt de ploeg voor de krachtmeting met Antwerpen aan te gaan. Komt het? Ja, we zitten met een geschorste Kevin Verscheuren. We hebben dan nog gekwetste Yannick Antone. En Imatur Yagli is door werkverplichtingen niet aanwezig vandaag. Dus en dat is wel een zware aderlating voor ons. Is dat niet erg dat een speler op dit niveau door werkverplichtingen een topwedstrijd zoals dat deze niet kan spelen? Moet daar geen verandering in komen? Ja, dat is zo. Dat kun je natuurlijk een beperking noemen, maar wij als leerzaande kunnen dat niet direct verhelpen. Dat is zo. Dat is nou zo. Wat is de ambitie van Lier dit seizoen? Want ja, jullie staan nu wel op die tweede plaats. De ambitie van Lier, voor de competitie was de ambitie van Lier in de eerste kolom te aandelen. Maar ik vind, als je ziet waar we nu staan, en zelfs na vandaag, gaan we nog altijd bij die eerste vier staan. Dus dan denk ik dat we het nog even gaan moeten afwachten en dat we in de winterstop misschien onze ambities een beetje kunnen bijstellen. Die winterstop, is het nodig? Als je zegt van ja, we gaan onze ambities een klein beetje bijstellen, dan denk ik misschien dat je als sportief manager denkt van ja, we gaan voor die play-off plaats gaan. Indien je dat doet, moet er dan nog versterking bij komen? Ja, versterking is altijd welkom natuurlijk, maar we zullen zien wat er op de markt te vinden of te krijgen is. Hè. En ik denk dat we zeker niet spelers bij andere ploegen gaan benaderen voor die los te werken. Dat gaan we zeker niet doen. Maar als ze zijn eigen opportuniteiten voordoen, dan gaan we dat zeker niet laten liggen. Ja. Wat denk je van vandaag? Moeilijke wedstrijd? Vandaag wordt het voor ons aardig moeilijk. Ik ga eerlijk zijn, we hebben 5 basisspelers en al de rest quasi nul ervaring op dit niveau. Dus wordt het voor ons heel moeilijk. Uiteindelijk, jullie staan op die tweede plaats. Vorige week, dan denk ik dat je Malle toch wel een mentale dreun gegeven hebt. Hè? Want ik denk niet dat Malle verwacht had dat ze bij jullie punten lieten liggen. Natuurlijk niet. En het is ook zo, en dat durf ik zonder schroom te zeggen, indien Malle een play-off plaats ambieert, dan kunnen wij die ook ambiëren. Dat is zeker een vast toe. Maar ik denk dat het grote verschil tussen Malle en Lier dan is dat jullie een klein beetje bescheidener zijn. Jullie denken er wel aan, maar jullie komen er niet mee naar buiten van wij zijn play-off kandidaat. Ja, maar wij moeten ook bescheidener zijn. Als je ziet het publiek dat Malle wekelijks trekt en dat Antwerpen wekelijks trekt. En als je dan ziet het publiek dat Lier trekt, dan moeten we ook bescheiden zijn. Ook met die tweede plaats trekken? Jullie trekken toch meer volk nu dan? Ja, vorige week was het vol een bak, maar dan speelden we natuurlijk tegen Malle en dan speelden we wel de topmatch. En indien dat we vandaag thuis hadden gespeeld, had dat ook vol een bak geweest. Maar het zal zich nu moeten bewijzen. Volgende week hebben we een thuismatch tegen Beringen. Wie er dan zal op afkomen, hè? Ja, vandaag, hoe gaan jullie spelers met die... Ja, want ze komen toch een klein beetje onder druk. Ze staan nu op die tweede plaats, ze willen die tweede plaats ook houden. Hier gaat vandaag meer dan 1000 supporters binnen zitten. Hoe gaan die oude spelers daarmee op? Onze spelers zijn er wel tegen gewapend, die hebben wel die ervaring. Als je ziet, het vijftal waar we gewoon kunnen mee beginnen, die hebben allemaal ervaring genoeg op het oosten vlak. En daar heb ik helemaal geen bang van. En indien dat we compleet hadden moeten zijn, we hebben een ervaren ploeg. En dat houdt zich ook een beetje in de rangschikking. Je ziet dat goed genoeg, want het wordt wel gezegd, ze hebben allemaal tegen lager geclasseerde ploegen gespeeld. Ja, we staan wel de tweede. Dus dan kunnen we niet tegen hoger geclasseerde spelen. Dat is moeilijk, hè?
Dat is logisch, hè? Ja, dat is logisch, hè. Dus, maar het weer ons een beetje aangevrijven, aangevrijven niet. Maar gezegd, ja, Leer heeft nog niet tegen toppers gespeeld. Oké, okay. Wij hebben enkel nog niet tegen Futsal Asselt gespeeld. En vandaag tegen Antwerpen. Maar voor de rest hebben we tegen iedereen wel gespeeld. Hè. Veronderstel nu dat je vandaag verliest, bijvoorbeeld, serieus verliest. Is dat een nederlaag die gaat blijven hangen? Of zeg je van ja, kijk... Nee, ik denk dat niet. Ik denk niet dat dat gaat blijven hangen, die nederlaag. Ik zou het natuurlijk niet graag meemaken. Ik heb het hier al een paar keer meegemaakt trouwens. Dus we zijn altijd wel het kleine broertje van Antwerpen. Maar ik denk niet dat dat gaat nazinderen, omdat de spelers ook beseffen om waar het ligt. En het komt gewoon om kwantiteit tekort vandaag. Ja, tot slot, de slotvraag. Er gaat in de wandelgangen het gerucht dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de BZVB zouden moeten fusioneren om een sterkere competitie te krijgen. Wat is jouw mening daarvan? Ja, ik denk dat er zeker drie à vier ploegen zijn van de BZVB die in de voetbal mee kunnen. Maar ik stel me eigenlijk de vraag, hoe kunnen ze die in het voetbal integreren? De KNVB heeft zoveel reglementen en regels. Dus wij kunnen niet zomaar Schepdal en Koorsel of eens in de toppers in de BZVB, die kunnen zomaar niet volgend jaar in ons eerste klasse meedraaien. Dat lukt op geen enkele manier, denk ik. Dus er moeten wel heel wat ingrijpen gebeuren voordat het doorslagen. Alhoewel dat ik er wel voorstander zou van zijn. Maar de Koninklijke Belgische Voetbalbond kan wel meer uit hun hoed toveren natuurlijk. Hè? Dat hebben ze nogal gedaan. Ja, zou Zina Charolle. Ja, maar dat gaat dan weer via de rechtbank en zo. We zullen het afwachten. Hè. Er zijn gesprekken gaande, dat weet ik. Maar hoe dat gaat aflopen. Ja, Maar jij als sportief manager van Lier zegt van ja, ik ben er toch wel voorstander van. Ik ben er voorstander van. En ik ben ook voorstander van een competitie met 14 ploegen. Iedereen zegt maar een competitie van 10 ploegen. Maar uiteindelijk, een voetbalploeg moet toch voetballen. En al hetgeen dat er bij komt van Interlands en zo, ja, dat moeten we dan maar zien op te vangen. Hè. Dat is mijn idee erover. Okay, ik wens jou heel veel succes toe. Dank je wel.